Goedenavond. Welkom. Welkom aan Menno Schreuders, Leo Akkermans. We gaan het vanavond hebben over het park aan 59. Met name over de verklaring van de bedenkingen die op de rol staat. Ja, goed voor 26 januari. Ik heb begrepen dat Menno ons meeneemt in een presentatie. Ik stel voor dat we de presentatie aan ons voorbij laten gaan en dan de vragen stellen, inhoudelijk. En dan kunnen we daar met elkaar over in debat. Goed voorstel, Menno. Ja, prima. Dankjewel, voorzitter. Dan geef ik graag het woord aan jou. Ga je gang. Ja. Dankjewel. Nou, allereerst voor alle luisteraars en meekijkers nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik zal even mijn scherm met jullie delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn presentatie? Ja. Dat is mooi. Ik begin even kort om de twee anderen die aanwezig zijn aan u voor te stellen. En die straks ook voor de beantwoording van de vragen beschikbaar zijn. Dat is Piet Akkermans, opgaveleider duurzaamheid. En ook Gert-Jan Leeuw, hij is verantwoordelijk voor het ruimtelijke ordeningproces. Is aanwezig, dus proberen op deze manier zo goed mogelijk alle vragen die er leven rondom de verklaring van geen bedenkingen te beantwoorden. Ik hoor trouwens heel dat iemand op de achtergrond. Zou het kunnen dat iemand zijn geluid aan heeft? Ja, als ik mag vragen om alle deelnemers aan deze sessie hun microfoon uit te schakelen, dan kunt u die inschakelen wanneer u een vraag heeft. Dan is het voor de presentator beter te verstaan en kunnen wij hem beter horen. Dankjewel. Dank u wel. Ja, het voorstel dat voor ligt aan de Raad is eigenlijk de vraag een verklaring van geen bedenking of een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark dat door initiatiefnemer Shell de omgevingsvergunning is aangevraagd. De aanvraag is beoordeeld, de ruimtelijke onderbouwing is beoordeeld en de college heeft die beoordeeld als voldoende en goed wat betreft de ruimtelijke onderbouwing. Voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan. Daarbij komt dat u als raad, zoals ook in de nota is uitgelegd, voordat voor het college een ontwerpbeschikking kan afgeven voor de vergunning, ook een ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Want zonder uw verklaring van bedenking kan het college ook niet verder en kan de vergunningaanvraag uiteraard ook niet verder. Een weigering van de verklaring van geen bedenking is mogelijk, maar wel vanuit het belang van een goede ruimtelijke ordening. En om even te duiden wat een goede ruimtelijke ordening is, betekent dat het plan of het project past binnen het geldende beleid. Dat er een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden, waarbij ook, en dat is eigenlijk de onderzoeksverplichting vanuit de AWB, waarbij ook de omgeving betrokken is en gehoord is. Dat er vooroverleg heeft plaatsgevonden met waterschap, provincie en andere betrokken bestuursorganen. En dat er uiteraard ook rekening is gehouden met de geldende en relevante milieuwetgeving. Er zijn een aantal genoemd, maar dat is uiteraard niet uitputtend. Ik wil even kort met u schetsen het project waar het zich in bevindt. Allereerst natuurlijk de duurzaamheidsambitie van de gemeente Oosterhout. Die zijn vastgelegd in de toekomstvisie van onze gemeente. In de ambitienota energietransitie, waar u als gemeenteraad ook u zelf heeft over uitgesproken. En uiteindelijk geconcretiseerd in de routekaart energietransitie 2019-2022. In die routekaart staat het energiepark ook als dusdanig genoemd. En het energiepark waar de zonnepark van Shell dus ook een onderdeel van is. Nou, uiteindelijk vindt u alles weer terug in de RES 0.5 die inmiddels is aangenomen. Dus de regionale energiestrategie. Waarbij we als Oosterhout ons ook committeren aan de regionale afspraken die we maken op het gebied van energietransitie. En ook de bijdrage die wij als Oosterhout daaraan willen leveren. Als het gaat over het doel, waarom doen we dit? We willen, zo hebben we afgesproken, de helft van de energie die wij in Oosterhout gebruiken duurzaam hebben opgewekt in 2030. Dat gaat in totaal over 192 gigawattuur. Hoe gaan we dat dan doen? Er is recent een motie aangenomen in de provincie. En zo goed dat die er gelijk even bij te betrekken. We hebben gezegd, we willen een belangrijk deel van die energie opwekken op bedrijfsdaken. Zo hebben we het ook al in onze ambities benoemd. Het gaat dan om 54 gigawattuur.
is ongeveer 40 hectare aan bedrijfsdaken. Dat is al een behoorlijk forse opgave. Lang niet alle bedrijfsdaken zijn geschikt. Dus om tot 2030 tot dit aantal te komen is al een forse opgave. Daarmee hebben we natuurlijk nog een flink gat naar de benodigde 192 gigawattuur. Vandaar dat we ook in de routekaart en ook in de ambitienota hebben gezegd, we moeten ook op een aantal locaties grootschalig energie opwekken. Dat kan met wind, dat kan met zon. En in de routekaart heeft u ook besloten om slechts 2 locaties binnen de gemeente Oosterhout toe te wijzen waar grootschalige energieopwekking met het middel zon mogelijk is. Dat is in de Oranjepolder, dus hier waar het gaat om het zonnepark wat nu voor ligt. En ook het zonnepark grenzend aan de Bavelse Berg is daarin genoemd. Het totale energiepark zal 73 gigawattuur aan duurzame energie opwekken, waarvan het zonnepark nu zo'n 43 gigawattuur beoogt op te wekken. Nou, goed om erbij te vermelden is dat het een tijdelijke vergunning is voor 25 jaar. En een belangrijk onderdeel van de motie van de provincie is ook dat de netcapaciteit van Enexis voldoende moet zijn om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Nou, ook daarin hebben we duidelijk aan Enexis gevraagd of het kon. En dat is inderdaad, die ruimte is er en die ruimte is ook al gereserveerd voor deze ontwikkeling. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel. Even kort het proces tot op heden. Vorig jaar zijn we met de omgeving en met u ook gestart in het proces. We zijn begonnen met een inspraakprocedure, schriftelijke inspraakprocedure, waarop de omgeving zijn mening en zorgen en ideeën bij het project kon inbrengen. We hebben gesprekken gevoerd met omwonenden. We hebben vooroverleg gehad met de diverse bestuursorganen en andere organisaties. We hebben ook in juni het veldbezoek gehad, waarin de omgeving, met name omwonenden, het gesprek met de wethouder en met onze ambtenaren konden hebben over het project en over de ideeën die ze daarbij hadden. Daarmee is uiteindelijk de inspraakprocedure afgerond. En in kwartaal 3 heeft het college toen haar gedachten erover laten gaan. En toen uiteindelijk besloten om in ieder geval wat betreft het gehele energiepark aan Eneco te vragen om de derde windmolen te laten vervallen. Omdat ze oog heeft voor de zorgen en bezwaren die er waren en zijn vanuit de omgeving. En met het vervallen van die derde windmolen is daar aan tegemoet gekomen. Voor zon was de conclusie dat er eigenlijk weinig weerstand op zat. Men is zich erg bewust van het feit dat we iets moeten als gemeente Oosterhout om met elkaar duurzaam te worden en duurzame energie op te wekken. En de overgrote meerderheid van de mensen die we gesproken hebben was dus ook niet tegen het project of op, zeg maar, zoals dat toen werd gepresenteerd. In september hebben de initiatiefnemers de omgevingsdialoog nog afgerond met een panorama-paviljoensessie, waarbij ook een dag lang de omgeving langs kon komen en zich kon laten bijpraten en uiteraard ook hun mening kon geven over de beide projecten. Dat uiteindelijk met al die bagage die van voren is opgehaald heeft geleid tot een afronding van de stukken door Shell wat betreft het zonnepark en de omgevingsvergunning aanvraag. En dat heeft dus ook wel geleid tot de stukken die vandaag voorliggen, of althans die 26 januari bij je voorliggen. Hier goed om te vermelden is dat wij alle communicatie ook daarvoor een website hebben, www.energieparkaan59.nl, waar we regelmatig communiceren met de omgeving zodra er iets te communiceren valt ook. Daarnaast hebben we, als het gaat om de verdere voortgang en betrokkenheid van de omgeving, nog een werkgroep biodiversiteit. Ik zal daar straks nog even iets over zeggen. En ook een werkgroep financiële participatie is in oprichting, waarbij we gaan werken aan een voorstel voor een duurzaamheidsfonds. Dan het project zelf. Zoals u ook in de stukken heeft kunnen zien, is er eigenlijk sprake van een zonneweide op zichzelf. Maar wellicht ook een zonneweide met daarin de 2 windmolens door initiatief Eneco. In de ruimtelijke onderbouwing is daar op specifieke momenten duidelijk aandacht aan gegeven. In zijn geheel genomen is gezegd, we moeten uitgaan van een zonnepark wat ook op zichzelf, als omgevingsvergunning plichtig, op zichzelf staand project voldoet. En de ruimtelijke onderbouwing vandaar moet voldoende zijn.
Dus vandaar dat we in de uitwerking, in de ruimtelijke onderbouwing, u vooral ook zult zien dat het geheel van het zonnepark, zeg maar, als basis wordt genomen voor de ruimtelijke onderbouwing. En zoals ik al zei, op een aantal onderdelen wordt ook aangegeven wat het betekent op het moment dat Eneco de twee windmolens gaat ontwikkelen in dit gebied. Even kort over de landschappelijke inpassing, want ik denk dat dat een hele belangrijke is voor nou ja, het onderdeel van de ruimtelijke ordening. Het is denk ik belangrijk om aan te geven de positionering van het zonnepark, waarvoor is gekozen, is een belangrijk onderdeel van nou ja, uiteindelijk het landschappelijke inpassingsplan. Wat men wil doen met deze manier van inpassen is het accentueren van de richting, van de polderstructuren, van de kavelstructuren en uiteraard ook aansluiten bij de kenmerken van de omgeving. Onder andere het natuurnetwerk Brabant waar zich delen van bevinden, maar ook de zone langs het Kromgat waarin de natuurlijke en biodiversiteitsversterkende maatregelen zitten. Het komt ook gelijk naar het tweede plaatje. Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeheer van het landschap en de biodiversiteit. Laat zien dat er op verschillende plekken in het plan ruimte wordt geboden aan natuur, ruimte wordt geboden aan biodiversiteit en zodoende eigenlijk wordt gezorgd voor meervoudig ruimtegebruik. Dus niet alleen die grootschalige opwekking van zonne-energie, maar ook kwaliteitsverbetering van het landschap en verhoging van de biodiversiteit, oftewel de natuurwaarde verhogen. In de stukken ziet u een aantal visuals gemaakt. Dit zijn uiteraard visuals op basis van hoe het eruit moet komen te zien. U kunt heel duidelijk zien dat er voor gekozen is om het zonnepark niet volledig te verstoppen. Er zijn delen waarop het zonnepark volledig wordt afgescheiden, middels bomen of middels haagstructuren. Op sommige delen is er voor gekozen om juist de zonneweide wel zichtbaar te laten zijn. En op andere delen zal die half zichtbaar zijn. Dit alles heeft te maken met een belangrijk onderdeel van de beleving. Het is immers niet te verstoppen, een dergelijk groot project. En het is ook belangrijk, het mag ook zichtbaar zijn, dat we met elkaar werken aan een duurzame Oosterhout. En nou ja, daar is dit een belangrijk onderdeel van. Zoals aangegeven, de ruimtelijke onderbouwing is beoordeeld, is intern getoetst. Het is voorgelegd aan provincie, waterschap, besproken de veiligheidsregio en in dat opzicht voldoet. Alle relevante aspecten zijn voldoende onderzocht en zijn ook op een goede manier beargumenteerd en op een goede manier weergegeven in de ruimtelijke onderbouwing. Wat betreft de landschappelijke inpassing is nog goed om te vermelden dat er op details nog wel zaken worden uitgewerkt. De werkgroep biodiversiteit, ik noemde hem zojuist al even, is een werkgroep met de omgeving waar omwonenden en natuurorganisaties in deelnemen. Die werkgroep die kijkt nog naar de specifieke invulling van met name de natuur aan de kant van het Kromgat. Welke soorten willen we daar nou hebben? Wat betekent dat dan voor de beplanting? Die uiteindelijke uitkomsten van die werkgroep, die worden ook nog meegenomen in de uitwerking van het plan. Zoals al gezegd, de aanvraag van Eneco en de windmolens die daarbij eventueel bijkomen, die spelen natuurlijk een belangrijke rol in de detailuitwerking. En ook omdat de techniek voortschrijdt en de zonnepanelen zullen we zeggen, ook van formaat wisselen. En ook de keuze voor de uiteindelijke zonnepanelen als het gaat om bijvoorbeeld vermogen en dus ook het formaat daarvan. We zijn wel bepalend nog voor de uitlijning. Dus zoals u kunt zien in het plaatje, de grote lijnen zijn duidelijk. Op detail kan hier en daar nog een aanpassing volgen op het moment dat de technische engineering, zoals we dat noemen, uitgewerkt wordt. Wat betreft de planning, zoals er straks al even door de voorzitter genoemd, 26 januari ligt bij u voor de vraag om een verklaring van geen bedenkingen, de ontwerp daarvan wel te verstaan. Daarna zal het college, als u die afgeeft, dan zal het college een besluit kunnen nemen over een ontwerpbeschikking van de ontwerp omgevingsvergunning. Die gaat 6 weken ter inzage, dan zitten we in februari van dit jaar. Na die inzage zal de op, zeg maar hetgeen wat opgehaald wordt in die inzage, zo moet ik het zeggen, de inbreng van de omgeving en belanghebbenden, die zal moeten worden verwerkt. Er zal een besluit moeten worden genomen door het college over die ingebrachte zienswijze. Dat zal in maart zijn. Waarna we daarna weer terugkomen bij u als raad met de uitleg en argumentatie wat we hebben gedaan met deze ingebrachte zienswijze.
wat dit eventueel voor gevolgen heeft of niet. En met nogmaals de vraag aan u of u in kunt stemmen met de afwijking van het bestemmingsplan. Dan zitten we waarschijnlijk in mei of in juni, afhankelijk van hoe snel een en ander gaat van dit jaar. Ik denk dat ik hiermee de presentatie kan afsluiten, voorzitter, en de vragen wat mij betreft gesteld kunnen worden. Ik hoor op dit moment niemand. Ja, ik hoor niemand op dit moment. Ja, daar zijn we weer. Ja, dankjewel voor de presentatie, Menno. Ik zie dat de heer Beenakker in beeld is van de fractie van D66. Gaat u gang met uw vraag. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een paar vragen. Dank ook voor de presentatie trouwens aan de heer Schreuders. Ik heb een paar vragen. Ik zal ze allemaal stellen. Zodat het daarna met antwoorden denk ik wat sneller en makkelijker gaat. U heeft een goed overzicht gegeven van hoe u met participatie bent omgegaan in de afgelopen tijd in de aanloop naar dit plan. Hoe ziet wat u betreft de participatie en de stappen daarin in de rest van de verdere uitwerking er precies uit? En in het verlengde daarvan eigenlijk, er is in het afgelopen jaar de nodige weerstand geweest. En zoals ook in het raadsvoorstel staat, die was met name gericht op de derde windmolen. Nou, daar hebben we het nu niet over, maar ik vroeg me wel af, is de weerstand daarmee weg? Of wat is daar nu nog van over wat op dit moment relevant is? Hebben jullie daar een beeld van? Dan nog een vraag, in hoeverre geven we carte blanche? Want er ligt een concreet voorstel, maar in hoeverre kan dat nog wijzigen? Hoe concreet is het voorstel, is eigenlijk de vraag. Dan, Shell draagt €25.000 bij aan de kosten van de wijziging voor het bestemmingsplan, als ik het goed heb begrepen. Zijn er nog anderen die kosten bijdragen en hoeveel kost het de gemeente dan nog? Is daar een overzicht van? U zegt u heeft contact gehad met andere overheden, provincie en waterschap werden daar onder andere in genoemd. Betekent dit dat zij akkoord zijn met het plan zoals het er nu ligt? Of kunnen we daar nog wat meer dingen in verwachten? Dat was het, voorzitter. Dankjewel, meneer Beenakker. Als ik het goed begrepen heb, 4 vragen. Aan wie mag ik het woord geven? Zal ik beginnen? Ja. Menno. Wat betreft de participatie, zoals ik al aangaf, er loopt sowieso nog de werkgroep biodiversiteit, waar een aantal wonende natuurorganisaties in betrokken zijn. En tot opzicht is de participatie, we zijn gestart met de oprichting van de werkgroep financiële participatie. Die werkgroep is bedoeld om een voorstel te ontwikkelen voor het duurzaamheidsfonds, waar ook een bijdrage aan zal worden gegeven door de initiatiefnemer. Dus het gaat vooral over hoe gaan we die gelden besteden, waaraan. Dat is een belangrijke. Verder zullen wij, is de bedoeling om nog een webinar te organiseren op het moment dat de omgevingsvergunning ter inzage gaat. Om ook de mensen nog de kans te geven om hun technische vragen te stellen. In dat opzicht. En uiteraard gaat nu gewoon de normale procedure lopen voor de omgevingsvergunning. Dus betekent dat mensen sowieso ook in dat opzicht geïnformeerd zullen worden over de stukken. En ook hun kans krijgen om hun inbreng daarop te geven. Volgens de geldende procedures. Kijk even naar Gert-Jan of hij nog aanvullingen heeft. Nee, nog niet zo te zien. Nee. Dus dat denk ik even voor de participatie. Wat betreft de weerstand. Het college heeft inderdaad besloten de derde windmolen te laten vallen. Omdat het college ook vond dat de bezwaren, de zorgen die daar leefden, van dusdanige aard waren. Dat het gerechtvaardigd was om dat verzoek richting Eneco te doen. Wat betreft de zonneweide waar het nu voor ligt. Wat ik net al aangaf in de gesprekken die we hebben gehad met omwonenden, maar ook breder tijdens het veldbezoek en ook die de initiatiefnemers hebben gehad tijdens hun panoramapaviljoensessie. En overigens ook bij de schriftelijke inbreng in de inspraakreacties bleek dat er relatief gezien weinig weerstand was. Dat is even relatief gezien ten opzichte van de windmolens. Weinig weerstand was voor de zonneweide. Uiteraard zijn er ook daar best partijen die daar minder op zitten te wachten. Zowel vanuit de omwonenden
zijn er mensen die eigenlijk vinden dat er helemaal geen zonneweide moet komen en ook helemaal geen windmolens in de polder moeten komen. Ja, die weerstand die zal er altijd zijn en die is er ook, dus daar zijn we ons van bewust. Ja, goed. Wij proberen zo goed mogelijk invulling te geven aan wensen van de omgeving. Als het gaat om natuur, als het gaat om landschappelijke inpassing, als het gaat om zorgvuldig ruimtegebruik. Ja, uiteindelijk zullen we denk ik nooit iedereen 100% kunnen overtuigen. Dus we doen erin wat we kunnen. We proberen met hen, met de initiatiefnemers, in de werkgroepen zoveel mogelijk de belangen bij elkaar te brengen. Als het gaat om de carte blanche. Wellicht dat Gert-Jan mij zo even nog kan aanvullen. Kijk, het plan wat nu voor ligt is behoorlijk gedetailleerd en is al heel gedetailleerd ingevuld. Details, zoals ik op het laatst ook aangaf, kan het nog wel wat wijzigen. En dan gaat het echt om de invulling van het landschappelijke deel wat betreft de biodiversiteit. Welke soorten bomen en struiken bij wijze van spreken gaan we hier nu plaatsen. Het gaat ook nog wel wat over de uitlijning. Niet de grote lijnen, maar wel... hoe komen die zonnepanelen bij elkaar te staan? Waar komen precies bijvoorbeeld de transformatorhuisjes te staan? Dat heeft ook gewoon te maken met het formaat van de panelen en de uiteindelijke technische detail-engineering. Volgens mij, maar kijk ook even naar Gert-Jan, is dat ook wel iets wat standaard is bij een omgevingsvergunning aanvraag, als we die verlenen, dat soort details nog wel kunnen worden ingevuld. Maar... ja, verder is hetgeen wat er nu beschreven staat, is het plan. En zal daar verder niet geen hele andere maatregelen of zo nog te verwachten zijn. Nee. Dan de laatste misschien wat betreft de kosten. U geeft inderdaad recht aan dat er 25.000 euro door Shell wordt bijgedragen aan het onderdeel wat betreft de wijziging van de bestemming of afwijking van het bestemmingsplan. Dat is natuurlijk niet het enige wat zij bijdragen, want ze moeten ook gewoon de leges betalen. Dat is voor de hele vergunningprocedure. Dat zit, even bij me ook gezegd, ook rond de 120.000 euro. In Eneco zal straks, als zij een omgevingsvergunningsaanvraag indienen, ook kosten moeten dragen. Zij zullen een wat groter deel van de afwijkingsbestemmingsplanprocedure kosten dragen. Dat heeft te maken met de procedure gewoon intensiever is geweest voor wat betreft windmolens. Dus zij is het in ieder geval nu het voorstel, zullen 50.000 euro in dat deel betalen en moeten uiteraard ook hun leges betalen, wat ook ruim een ton is. Dus uiteindelijk zal er om en nabij de 3 ton, denk ik, voor dat deel van de kosten die we maken worden betaald. Even grote lijnen, het kan best hier en daar nog wat verder, maar dit is een beetje... de berekening die wij zelf hebben gemaakt is dat we ook ongeveer dat aan ambtelijke kosten kwijt zijn. Tot en met de vergunningverlening en de bouwfase waarin we zeg maar de toezicht nog moeten houden. Dus ook dat toezicht deel er nog bij. Dus in principe moeten daarmee gewoon de kosten, zoals het ook hoort, de kosten gedekt worden die wij als gemeente maken. Dankjewel. Piet heeft nog een kleine aanvulling, zie ik. Ja, ja, er zijn nog twee andere posten die zij zullen afdragen, zowel Shell als Eneco. En dat is de bijdrage aan het duurzaamheidsfonds, 50 cent per geproduceerde megawattuur. En uiteraard zullen zij OZB gaan betalen op het moment dat de installaties in gebruik zijn. Oké, dankjewel. Voldoende, meneer Beenakker. Gert-Jan wil nog een aanvulling doen. Gert-Jan? Ja, er was een vraag of er carte blanche wordt gegeven als je nu instemt. Dat is het natuurlijk niet. We komen straks weer terug bij de gemeenteraad en dan hebben we alle zienswijzes die er binnen zijn gekomen. Daar hebben we een afweging over gemaakt. Dat ambtelijk bereiden we dat voor. Het college neemt daar een besluit over en legt dat weer voor aan u als gemeenteraad. En u als gemeenteraad heeft dan op dat moment de beslissing. Ja, vinden wij dit ruimtelijk aanvaardbaar? Of vinden we het niet ruimtelijk aanvaardbaar? Dat is het besluit wat jullie dus in mei, juni kunnen gaan nemen. Dankjewel voor de aanvulling. Voldoende, heer Beenakker? Ja, bedankt voor de beantwoording. Dankjewel. Dan ga ik kijken wie de volgende vraagsteller. Ik zie mevrouw Dusserdijn van de fractie van gemeentebelangen. Gaat uw gang. Ja, goedenavond allemaal. Bedankt voor de uiteenzetting. Ik heb verschillende vragen. Ik ga ze niet denk ik allemaal meteen achter elkaar stellen, want ze zijn toch wel een beetje verschillend. Allereerst bij het lezen van de stukken was het eerste wat ons gemeentebelangen een beetje bevreemde was. Waarom wordt het energiepark zodanig voorgesteld dat we het zonnepark en
de windturbines als twee verschillende projecten gaan beoordelen. Maar dat we uiteindelijk toch ervoor moeten kiezen als het gedaan wordt om het dan als één geheel te gaan doen. Dat was de eerste vraag en daarop aansluitend wil ik meteen ook vragen, hoe loopt dan het tijdspad? Want ik neem aan dat we dan over de windturbines ook nog een onderbouwing gaan krijgen. Goed, dan laten we deze eerste vraag even beantwoorden. Ja, ik zal een eerste antwoord doen. Het is inderdaad zo dat er twee aparte initiatieven zijn, twee aparte initiatiefnemers. Dat is een bewuste keuze en daarmee ook twee aparte vergunningaanvragen. Dat is ook een bewuste keuze vanuit de initiatiefnemers zelf overigens. Hè, omdat het, als je dat samen wil gaan doen, is het ook juridisch een heel ingewikkeld traject. In dit geval is ervoor gekozen, we doen het allebei los, maar we zijn wel complementair aan elkaar. Het is ook belangrijk dat er, en dat is ook bijvoorbeeld voor de netbeheerder een belangrijk aandachtspunt, dat er verschillende manieren van energie, duurzame energieopwekking in één gebied gebeurt, waardoor je een soort van constante stroom ook aan de energie hebt. Dus vanuit dat oogpunt is het ook belangrijk om, om die twee initiatieven uiteindelijk als één geheel, als één energiepark te zien. Wij zien het ook als één energiepark, omdat het gezamenlijk ook bijdraagt aan onze doelstellingen. Weliswaar zijn er twee aparte omgevingsvergunningen. Dat betekent dat ook allebei de projecten en ook allebei de onderbouwingen uiteraard moeten voldoen aan de geldende regelgeving en aan de geldende eisen die er zijn. En dat betekent inderdaad dat, als het gaat om de tweede vraag gelijk te beantwoorden, Eneco heeft inmiddels ook een vergunningaanvraag ingediend. En daar wordt nu naar gekeken, wordt nu getoetst. En als zodra die bij het college is geweest, hè, we kunnen verder, dan zal er ook uiteraard aan uw raad eenzelfde vraag worden gesteld als het gaat om de verklaring van bedenkingen voor dat project. Op dit moment gaan we ervan uit dat die in maart zal zijn. Dus qua tijdschema loopt Eneco dan, hè, dus de aanvraag voor de windmolens, ietsje daarachter. Uiteindelijk zal dat voor de vergunningverlening, zal het in de tijd misschien ook iets schelen, maar maakt dat voor de uiteindelijke bouwfase. Want op het moment dat de vergunning verleend wordt, is er nog een tijd nodig om het uiteindelijk de bouw zeg maar voor te bereiden. Dus qua bouw en afstemming daarvan is het verder geen probleem dat daar een enkele maanden verschil in zit eventueel. Oké. Okay. Ik heb ook gelezen in de stukken dat de verhouding dan wordt zonne-energie 80% en windenergie 20%. Ik begrijp inderdaad dat het twee verschillende manieren zijn van duurzame energieopwekking. Maar in hoeverre is het nog zo rendabel om die 20% windenergie te hebben? Want ik heb ook gelezen dat de motie van de Provinciale Staten voorrang zon op bedrijfsdaken. Dat gaat dan in Oosterhout over 40 hectare. Als we dat iets scherper zouden stellen, jullie zijn de deskundigen, daken die we dan kunnen benutten, dat we die dan bijvoorbeeld ook nog eens met groene daken zouden bedekken. Want een groen dak gecombineerd met zonnepanelen, dat wekt nog meer energie op en het heeft velerlei andere voordelen. In hoeverre kun je dat zeg maar scherp stellen, dat je daardoor misschien een hogere opwekking of een optimale opwekking van de bedrijfsdaken kunt krijgen? Daarin mijn achterhoofd meenemend de verhouding 80-20% van het energiepark. In hoeverre is dat een mogelijkheid? Nou ja, goed, misschien even inderdaad 80-20. Het totale energiepark gaat nu uitgaande van twee windmolens dan met de zonneweide 73 gigawattuur opleveren, waarvan 43 door zon, de overige 30 daarmee door de wind. Als het gaat om het opwekken van zon op bedrijfsdaken en de combinatie daarvan met groene daken. Kijk, het probleem is daarin dat zonnebedrijfsdaken is al lastig, omdat lang niet alle bedrijfsdaken geschikt zijn qua constructie om de zonnepanelen te dragen. Een groen dak daarentegen vergt nog veel meer en veel steviger constructie. Dat moet namelijk ook op het moment dat het water verzadigd is, hè, op het moment dat er daadwerkelijk veel regen is gevallen, houdt dat groene dak, is het idee ook het water vast. Daarmee blijft het dak ook koeler
En is inderdaad, doordat de zonnepanelen daarmee ook koeler kunnen blijven, is de efficiëntie groter. Er zullen heel weinig daken, zeker als het gaat om bijvoorbeeld de grote loodsen en pakhuizen, zullen er maar heel weinig geschikt zijn om überhaupt een groen dak op toe te passen. Dus ik denk daarin dat daarin, even grosso modo gezegd, dat het weinig soelaas biedt. Want de grote oppervlaktes, die kunnen dat niet aan, denk ik. Nee, dat begrijp ik helemaal. Dat is ook zo bij bestaande bedrijfsdaken. Maar ja, we hebben ook nog bedrijfsdaken die nog in de maak zijn. Hè? Dus misschien kunnen we daar iets mee. Ja. Ik had nog een vraag. Ik heb ook gelezen in de stukken dat er een... Mevrouw Dujardin. Even, heer Akkermans en Gert-Jan hebben al twee nog een aanvulling. Ik geef het woord aan Piet. Ja. Oké, dank u wel. Mevrouw Dujardin, u zei van met in het achterhoofd uw houding 80-20%. Ik neem aan dat u net heeft gehoord van de heer Schreuder dat je verhouding dus niet juist is. Want als het 43-30 is, dan is het eerder 60-40%. Dus het aandeel windmolens is verhoudingsgewijs toch groter dan u van misschien denkt in de eerste instantie. En uw vraag over is het dan wel zinvol om die 20% nog door te laten zetten. Het gaat dus over 40% die we door moeten zetten. Het is zeker noodzakelijk om dit door te zetten. Dankjewel. Dan heeft Gert-Jan nog een aanvulling. Ja, en daar speelt nog een ding in mee, dat die twee verschillende duurzame energievormen complementair zijn aan elkaar. U kunt zich voorstellen dat het op dit moment, ik heb ook zonnepanelen op mijn dak liggen, die doen op dit moment niet zo heel veel, maar het waait wel heel erg hard. En op het moment dat het erg zonnig is, dat is het in april, mei van dit jaar nogal geweest, ja, dan waait het niet. Dus het zijn twee duurzame energievormen die complementair zijn aan elkaar en elkaar helpen voor een stabiele energievoorziening. Dus over het hele jaar levert dat 73 gigawattuur op. Maar je zult zien dat die twee verschillende vormen, de ene keer levert de ene meer en de andere keer levert de andere meer op. En dat is dus complementair en dat is ook handig voor de aanlevering van de energie op het netwerk. Ja, dat had ik inderdaad ook gelezen. De derde vraag. De laatste vraag dan. Met de gemeente Geertruidenberg. Hoe noemen we dat? Een reserveringsovereenkomst is. Kunnen jullie daar nog iets meer over vertellen? Ik heb de vraag even weg. Wilt u vraag even herhalen? Want het beginstukje viel even weg. In de stukken staat ook dat er overleg is met de gemeente, de buurgemeente, Drimmelen, Geertruidenberg, en dat er een reserveringsovereenkomst is. Dat had iets te maken met dat ze een bepaald deel of zo, daarom vraag ik even de toelichting. Ik kon hem niet zo heel goed plaatsen, maar ik was er wel benieuwd naar. Menno. Ja, ik reserveringsovereenkomst. U ziet mij even denken. Ik ken de term reserveringsovereenkomst, komt mij niet bekend voor. Dus vandaar dat ik even moet denken. We hebben inderdaad contact met onze buurgemeente. En met name dan uiteraard met Geertruidenberg. Wat betreft wind. Die zijn heel zichtbaar daar. Maar de reserveringsovereenkomst. Iets met overcapaciteit misschien? Ik weet niet precies hoor. Dat heeft te maken. Ja, nu gaat er wel een lampje branden. Ik denk dat het te maken heeft met de reservering. Zowel Shell en Eneco bij Enexis als het gaat om de aansluiting. Zij hebben vooruitlopend, of dat ze uiteindelijk kunnen gaan aansluiten, moeten zij een reservering doen bij de netbeheerder. En uiteraard moeten zij, komt de stroom binnen bij een station, zullen we zeggen. Dat zijn stations waar ook andere gemeenten gebruik van maken. Dus het is natuurlijk wat breder in dat opzicht moet worden bekeken. Maar zoals ik al zei, we hebben met Enexis contact erover gehad. De reserveringen staan er en die passen prima binnen de capaciteit zoals die nu is. En dat betreft dus het elektriciteitsstation Geertruidenberg en niet de gemeente als orgaan. Is een Enexis aangelegenheid. En Shell en Eco die kunnen reserveren voor aansluiting op dat station. Maar op het moment dat zij daar niet voor betalen op een bepaald moment, dan kunnen zij die plek kwijtraken, waardoor het zonnepark niet aangesloten kan worden. Dus dat betekent dat op dit moment juist andersom gedachte is, dat Shell al betaald heeft om zeker te weten dat ze aangesloten kunnen worden, mocht het project doorgaan. Oké. Nou, dat waren mijn vragen. Dankjewel. Dankjewel, mevrouw Dujardin. Dan ga ik even kijken naar de volgende vraagsteller.
Ik zie in beeld de heer van Op Zeeland. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. En ook voor de meekijkers. Allemaal nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hetzelfde. Ja. Ja, in het vervolg op de vragen van mevrouw Dujardin. Worstel ik ook een beetje met de vraag van waarom wordt er nu in januari een ontwerpverklaring gevraagd aan de Raad. Terwijl we dan wellicht in maart nog een keer datzelfde gaan doen, maar dan voor het zonnegedeelte. Mijn eerste vraag is het een verplichte stap dat in het proces dat de Raad een ontwerpverklaring afgeeft van geen bezwaar? En het tweede is, wat zou er op tegen zijn om dit toch in één keer te doen, maar dan tegelijk met het windpark? Want het is voor mij nu ook, merk ik in de presentatie, een beetje verwarrend. U wekt de indruk dat het ook wel eens zou kunnen zijn dat er geen windmolens in zitten, maar dat heeft volgens mij de Akkermans net tegengesproken. Ze zijn blijkbaar toch nodig op die plek. Zullen we deze vraag eerst even beantwoorden? Ja, precies. En ik heb er een aantal inderdaad. Goed. Dan gaan we eerst deze eerste vraag beantwoorden. Zal ik die pakken, Menno? Ja. Ja. In Brabant is het zo dat als je een duurzaam project wil realiseren, dus of een zonnepark of een windpark, je dat moet doen met een afwijking van het bestemmingsplan. In Oosterhout zijn we gewend om eigenlijk alles met een bestemmingsplan te doen. Alleen er zit een beperkte houdbaarheidstermijn aan die windmolens en aan die zonnepanelen. En de provincie heeft gezegd, die willen we maximaal maar voor 25 jaar goedkeuren. En op het moment dat je dat met een bestemmingsplan doet, dan maak je hem eigenlijk voor een onbeperkte tijd mogelijk. Dus de provincie heeft als eis gesteld, jongens, dit moet je met een omgevingsvergunning doen, met een afwijking van het bestemmingsplan, met een maximale termijn van 25 jaar. Dat is ook min of meer de looptijd van, van zowel het zonnepark als het windpark. Dan kom je dus in een andere procedure terecht, namelijk de afwijking van het bestemmingsplan. En dat is een uitgebreide procedure. En in die uitgebreide procedure is het noodzakelijk om aan u als gemeenteraad, want u gaat over het ruimtelijk ordeningsbeleid, te vragen, wij gaan nu afwijken van het bestemmingsplan, want op dit moment mogen daar geen windmolens en mag er geen zonneweiden. Gemeenteraad, wij wijken nu af van het bestemmingsplan wat u heeft vastgesteld, kunt u daarmee instemmen? En het is noodzakelijk om daar zowel een ontwerpverklaring voor geen bedenkingen als een definitieve verklaring voor geen bedenkingen op te geven, want het kan ook zijn dat u nu zegt, nou, wij vinden dat niet zo'n goed idee. En dan is dat ook een besluit. En dan kan een andere belanghebbende, namelijk in dit geval Shell, of later Eneco, zeggen, ja, goh, dat vinden wij geen fijn besluit. En dan kan ook die partij daar bezwaar tegen maken. Mag ik daar een volgvraag op stellen? Zou dat dan kunnen leiden tot een procedure bij de Raad van State, waar een uitkomst zou kunnen zijn dat de Raad van Oosterhout een onrechtmatig besluit genomen heeft? Want ik word een beetje getriggerd door de presentatie waarin het begrip goede ruimtelijke ordening naar voren komt. Mm-hmm. Dan ben ik meestal wat op mijn hoede. Dan denk ik altijd, hey, wacht even. Dat zit zo dichtgetimmerd, dat begrip goede ruimtelijke ordening. Daar kunnen we meestal als raad niet zoveel meer in veranderen. Als je aan die proceseisen voldaan hebt, dan kun je oprechtelijk kunnen zeggen, ja, weet je, er is een besluit genomen wat aansluit bij de principes van goede ruimtelijke ordening. En daar zit over het algemeen weinig ruimte tussen. Het begrip ruimtelijke ordening, dat gaat erom of iets ruimtelijk aanvaardbaar is. En uiteindelijk is de gemeenteraad degene die daar een definitief oordeel over velt. En daar zitten inderdaad heel veel haken en ogen aan. En u zult welk besluit u ook neemt, hè, of u nou een positief of een negatief besluit neemt, zult u in beide gevallen een goede onderbouwing moeten geven waarom u vindt dat het ruimtelijk wel aanvaardbaar is of ruimtelijk niet aanvaardbaar. Dat is gewoon heel belangrijk bij welk besluit u ook gaat nemen. En dan zal dat uiteindelijk, linksom of rechtsom, kan dat bij de Raad van State komen. En die zal een oordeel geven of het besluit wat u genomen heeft en wat onderbouwd is, of dat voldoet aan die goede ruimtelijke ordening. Maar daar heeft u wel een afwegingsmogelijkheid in. Dat is de ruimte die er is. Okay. Mijn vraag was ook, de vraag die hierbij gesteld was van wat zou erop tegen zijn om toch dit gewoon in één keer te doen, die ontwerpverklaring,
over zowel het zonnepark als het windpark? En dat bijvoorbeeld in maart in plaats van nu aanstaande januari, eind januari al? Het blijven gewoon twee afzonderlijke procedures. Dus op het moment dat een bewoner bezwaar wil maken of een zienswijze wil indienen, dan dient hij dat in of tegen het zonnepark of tegen het windpark. Want het zijn twee aanvragen en het zijn twee verschillende procedures. Het blijven twee procedures. Het is niet zo dat wij een bestemmingsplan maken waarin we beide projecten samen kunnen voegen. Nee, het zijn twee aanvragers met twee verschillende procedures en twee vergunningen aan het eind van, eind van de rit. In het hele energietransitieverhaal zien we dit als het energiepark A59. Maar het zijn twee projecten, een zonnepark en een windpark. En ze zijn complementair aan elkaar, absoluut. Maar het zijn twee aanvragen en twee vergunningen die aan het eind van de rit worden, wel of niet worden afgegeven. Okay. En ja, die kun je in theorie samenvoegen, maar ja, dat hoeft niet. En de reden waarom het los van elkaar is gaan lopen is ook omdat er op een gegeven moment is gezegd, Eneco, ga uw huiswerk maar opnieuw doen, want wij willen maar twee windmolens en geen drie windmolens. En daardoor heeft Shell eerder zijn vergunning aanvraag kunnen doen. En daar geldt ook een bepaalde termijn voor waarbinnen je een besluit moet nemen of kan nemen. En Eco heeft wat meer huiswerk gehad ten opzichte van het principeverzoek. En die is dus iets later in het proces opnieuw ingestapt. Verder gegaan met zijn proces. Helder. Mijn tweede vraag was, we hebben het net ook al meegenomen in het collegebesluit. Dat staat ook in de raadsnota. Vermeld dat het college besloten heeft om tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden en één windmolen te laten vervallen. Wat mij niet helemaal bijstaat is wat de reactie hierop geweest is van de provincie zelf. Waren zij het daarmee eens dat we dit deden? En konden zij meegaan in de argumenten van het college om dit zo te doen? Ja, nou, zover we hebben daar contact over gehad en de provincie kan zich vinden in het feit dat er sprake is van een uitbreiding van het huidige windpark. Mits dat op een goede manier ruimtelijk beargumenteerd wordt. Dat zal dus straks, als we de aanvraag van Eneco gaan behandelen en de verklaring van geen bedenkingen behandelen, zullen we dat ongetwijfeld ook weer ter sprake krijgen. Of er sprake is van inderdaad een goede argumentatie ruimtelijk gezien, dat de twee windmolens een cluster vormen met de bestaande windmolens. En dus een uitbreiding is van het bestaande windpark. Oké, okay, dus er is al een theoretische kans dat ze het dus hier niet mee eens zijn. En dat ze toch tot een aanwijzing over zullen gaan. In principe gaat de provincie niet zelfstandig op een aanwijzing over. Dat zal, als het ooit zover komt dat de vergunning niet verleend wordt, dan zal Eneco daar een verzoek toe moeten gaan doen bij de provincie. Ja, maar volgens mij bedoelt meneer Van Opzeeland dat we een aanwijzing krijgen dat het niet zou kunnen met twee windmolens. Maar daar hebben we al wel afstemming over gehad. En dat is in principe, dat is te beargumenteren. En dat komt omdat het een complementair is aan de zes windmolens die op dit moment al op Westad staan. En op andere plaatsen, ook in Brabant, is dat ook al eerder gedaan. In Den Bosch is er eentje ook wat verder afgezet van een andere. Het gaat echt om een clustervorming. En doordat deze twee bij die zes worden geplaatst, is er in de ogen van de provincie clustervorming. Oké, helder. Mijn derde vraag is, hoe kan er meer dan het laten vervallen van één windmolen tegemoet gekomen worden aan de bezwaren van omwonenden, dan wel van Geert Huidenberg? Ja, volgens mij, uiteindelijk gaat het, is even een afweging gemaakt. Overigens, dit gaat natuurlijk heel erg over de windmolens nu. En volgens mij hebben we het hier ook even over de verklaring van de zon. Maar ik wil het toch even beantwoorden. De afweging is uiteindelijk gemaakt door het college. De zorgen die er leefden, troffen met name de windmolen die het dichtst bij de bebouwing stond. Zo hebben we het ook heel erg duidelijk naar voren gekregen in het veldbezoek wat we hebben gehad. Waarbij we met de omwonenden in gesprek waren. En omwonenden breder dan de actiegroep, om die te noemen. Met name de zorgen waren met name wat betreft de gezondheid, als het gaat om die windmolen zo dichtbij. Ook wat betreft zicht, ook wat geluid.
En op basis daarvan heeft het college gezegd, nou, dat begrijpen we. Die molen staat op 800 of 900 meter afstand. Dus dat vinden wij ook te dichtbij. Dus vandaar dat we die laten vallen. En dat we daarmee inderdaad aan de belangrijkste bezwaren en zorgen, en namelijk zorgen, ik denk een belangrijk woord in dit geval, tegemoetkomen. De twee windmolens die overblijven, die staan, zullen we zeggen, op ongeveer de helft van, als het gaat om de bebouwing qua woonwijken van Raamsdonksveer en Dommelbergen. Ze staan allebei op zo'n 1400 meter. En vallen daarmee, als het gaat om contouren, als het gaat om geluid en andere zicht, dat soort zaken. Is met de twee windmolens die overgebleven, en dat zullen we ook de volgende keer ongetwijfeld aan de orde hebben, wordt voldaan aan de ruimtelijke ordening en de regels die daarvoor zijn vanuit milieu en wetgeving, vanuit geluid, et cetera. Ja. Dus in dat opzicht is er inderdaad tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren en zorgen. En zal er, wat ik net ook al bij de heer Beenhakker aangaf, we zullen nooit, denk ik, met dit project iedereen volledig de belangen kunnen accommoderen. Oké. En dan nog mijn laatste vraag. In de behandeling in mei hebben we het ook gehad over het lokaal eigendom. En ik heb u daar ook iets over horen zeggen, over met name participatie ook. Toen is er gezegd dat met de aanstelling van een adviseur, ik dacht op provinciaal niveau, als ik het nog goed begrepen, de heer Martijn Messing, zouden we als raad een avond beleggen over met name die participatie en dat lokaal eigendom. Daar zouden we ook de initiatiefnemers bij betrekken. Voor zover ik weet, we hebben best veel gedaan de afgelopen jaar. Maar volgens mij hebben we dit nog niet gedaan. Wanneer gaan we dit doen? En waarom is het nog niet, nog niet eerder geweest? Want kijk, in onze bijdrage in mei ging het heel erg over het lokale eigendom. En over die 50% participatie die we toch willen blijven nastreven. Ondanks dat we wel horen dat het misschien moeilijk is. Ja, denken we toch dat we daar een tandje moeten bijzetten. Dus vandaar de vraag. Ja. Dus de vraag is van, wanneer komt die avond? Goed, ik wist niet van de toezegging dat er een specifieke avond zou komen met de raad over dit specifieke punt. Als die er is, dan moeten we daar nog in ieder geval ook aan geven. Zoals ik al zei, we gaan nu aan de slag met de werkgroep Financiële Participatie. Dat zal zich onder andere richten op het Duurzaamheidsfonds. Zal ook gaan kijken of er wel mogelijk is om een postcode-roos project met zonneweiden te doen. Dat is ook wat de initiatiefnemer aangeven. Dat is een beetje hetgeen de initiatiefnemer wil doen als het gaat om participatie en invulling daarvan. Daar is natuurlijk vanuit de initiatiefnemer ook een bepaald budget, om te zeggen, die beschikbaar is voor wat betreft participatie. Een bepaalde mogelijkheid die zij kunnen bieden in zo'n project, om het ook vanuit hen nog financieel haalbaar te houden. We hebben dat tot nu toe ingevuld op een manier zoals ook geschetst, met name het Duurzaamheidsfonds. Juist om te benadrukken dat we de inkomsten voor eigenlijk de hele omgeving beschikbaar hebben. En niet, dat niet alleen, zullen we zeggen, de mensen die kunnen investeren, die mogelijkheid hebben, ook daadwerkelijk van profiteren. Als daar andere ideeën over zijn, dan zullen we daar met de initiatiefnemer over in gesprek moeten. Oké. Voldoende? Voldoende, dankjewel. Dankjewel. Ik zie dat we nog 5 vraagstellers in de rij hebben staan. Ik ga even kijken wie de volgende is. De heer Van der Pluim van de fractie van GroenLinks, gaat uw gang. Ja, dankuwel voorzitter. Ja, ik had eigenlijk een vraag die aanvullend was op de tweede vraag van de heer Van op Zeeland. Daar ging het ook al eventjes over Geert Huidenberg. Ik vroeg me af, wat is inmiddels de mening van de gemeente Geert Huidenberg? Ik begreep net al dat er overleg is geweest met Geert Huidenberg. Zij waren natuurlijk in eerste instantie niet zo blij met die 3 windturbines. En ik vraag me af wat nu het standpunt is van de gemeente Geert Huidenberg. Die relatie weer wat beter is dan die was. Voor zover ik weet is die relatie heel goed. Misschien Piet, dat jij daar ook nog even wat over kan zeggen. Jij bent recent ook bij een overleg geweest. Ja, inderdaad. Volgens mij zegt de heer Van der Pluim 2 verschillende zaken. Het gaat over de gemeente Geert Huidenberg als bestuursorgaan en het gaat over de inwoners van Geert Huidenberg. We hebben met beide contact, regelmatig contact. Laatst heb ik bestuurlijk en ambtelijk contact gehad met de gemeente Geert Huidenberg.
En zij hebben, zoals gebruikelijk, gevraagd dat wij alle relevante stukken willen delen met de gemeente en de gemeenteraad. Zodat als zij het noodzakelijk vinden, zij daar ook wellicht inspraak in kunnen geven. Uiteraard zijn zij bestuurlijk niet direct aan zet als het gaat over de plannen in Oosterhout. Zolang ze binnen de kaders van het RES zullen vallen. Over de inwoners van Geertruidenberg, daar horen wij wel wat geluiden zo links en rechts. Wij proberen ook wel in contact te komen met de inwoners van Geertruidenberg. Maar dat loopt niet heel erg vlot. Ja, dat is zover duidelijk. Wel benieuwd, voorzitter, kan de heer Akker ons uitleggen waarom dat niet zo vlot verloopt? Nou ja, kijk, er is een wil en er is een weg. We proberen data's op elkaar te leggen en stukken uit te wisselen, maar dat gaat gewoon uitermate moeizaam. Oké, ja, dat is dan duidelijk. Misschien aanvullend ook inderdaad, ook daar geldt natuurlijk dat met name de problematiek zit rondom de windmolens en de zonneweide, zeg maar, voor Geertruidenberg. En ja, minder relevant. Ja, dat is logisch, maar... Ja, nog even vragen, omdat we het toch over het hele energiepark hebben gehad. Vanavond toch eventjes de vraag erin gegooid. Ja. Ja, dat was mijn enige vraag. De andere waren reeds beantwoord, voorzitter. Tot zover. Okay, dankjewel. Dan kijk ik in mijn lijstje en daar zie ik de heer Kamps van de lijst zonder partij. Gaat uw gang, meneer Kamps. Dank u wel. Even over de biodiversiteit, waar Menno Schreuders over spreekt. En die heeft het dan over plantjes die gezet moeten worden. En hier en daar een boom. Dat is ongeveer de dekking van de biodiversiteit. Maar we hebben in het traject nog eens een keertje gepleit voor een dubbel gebruik. Dus ook gebruik onder de zonnepanelen van de grond. Of de grond dusdanig zichtbaar te maken dat daar... iets mee zou kunnen gebeuren of in ieder geval die grond de vruchtbaarheid zou kunnen behouden, et cetera. Misschien heb ik zitten slapen, maar is daar iets mee gebeurd, Menno? Jazeker. Even een moment, Menno. Okay. Meneer Kamps, wilt u uw camera even inschakelen? Dan kunnen wij u ook zien. Ja. Nou ja, dankjewel. Dan geef ik het woord aan Menno. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, nou ja, zeker zoals ik ook al heel eventjes aangevind in de presentatie, is dus inderdaad sprake van dubbel ruimtegebruik, natuur en het energie opwekken. We hadden ook al even kort in de nota hebben we het onderdeel ook al even aangestipt. Als het gaat om biodiversiteit verhogen en natuurwaarde verhogen, is de veronderstelling dat door de maatregelen die ze nemen, die overigens meer zijn dan een paar boompjes en een plantje uiteraard. Hè. Het gaat ook, als u ook de ruimtelijke onderbouwing en de plaatjes daarin ziet, gaat het ook om onder andere het gras, zeg maar, hè, het bloemrijk grasland wat er onder komt. Het gaat om nou ja, allerlei verschillende structuren en struwelen en bomen. Dus het is niet zo dat het maar een heel beperkte invulling aan wordt gegeven. Het idee is dat inderdaad doordat de grond nu 25 jaar beschikbaar blijft voor natuur, dat het ten goede komt aan de natuur in dit gebied. Een soortgelijk project en ook een soortgelijke insteek heeft Shell overigens ook in samenwerking met Naturalis gekozen voor Moerdijk. De zonneweide die daar op hun terrein hebben gelegd. En dat wordt ook gemonitord of dat inderdaad ook effecten heeft. Voor zover we nu weten, is dat inderdaad zo. Als het gaat om dubbelgebruik voor bijvoorbeeld het telen van fruit. Dat is inderdaad een pilot waarbij een boer zijn eigen grond, in ieder geval zijn eigen gewassen met overkapping met zonnepanelen heeft ingericht en daar zelfs fruit onder teelt. Zoals gezegd, dat is een pilot, is nog kleinschalig. Het is ook, voor zover ik in ieder geval weet, een terrein van de boer in eigendom van hemzelf. Dat zijn allemaal complicerende factoren in dit geval. Op een dergelijk grootschalig niveau en ook met alle juridische haken en ogen die eraan zitten als het gaat om eigendomsrechten, mogelijke risico's op schades, et cetera, is dat voor Shell als initiatiefnemer op dit moment gewoon geen haalbaar idee om op die manier, zeg maar, dubbel ruimtegebruik te creëren. Dus Shell heeft er echt voor gekozen om die natuurwaarde en de biodiversiteit, dat als belangrijke pijler in de dubbel ruimtegebruik. Ik begrijp dat wel van Shell, maar het gaat natuurlijk ook om ons. Hè. Wij moeten ook ergens voor kiezen.
En dat was toch een aspect wat we graag zouden uitgewerkt zien. Of het mogelijk was om die grond, dus niet zozeer voor natuur, maar voor bebouwing, op de een of andere manier dubbel te kunnen gebruiken. Dus door die zonnepanelen bijvoorbeeld op hoogte te zetten. Maar ik begrijp dat daar verder niets aan gebeurd is. Mag ik nog één praktisch vraagje stellen? Is het over de raad? Meneer Kamps, mag ik u wat vragen? Misschien ter verduidelijking. Bedoelt u dan, ik heb laatst een stuk gelezen over licht doorlatende zonnepanelen, dat die mogelijk wel op een laag niveau gebruikt kunnen worden? Mogelijk kan daar een antwoord op gegeven worden? Prima. Ja goed, ook deze panelen zijn ook niet volledig zwart. Hè? Dus het is ook zo dat ze licht doorlaten, juist ook omdat het gras wat daaronder zit, het bloemrijk grasland, ook moet kunnen groeien. Dus het is niet zo dat deze panelen die hier gebruikt gaan worden volledig de boel afsluiten. En juist doordat er licht door kan vallen en daar inderdaad gras en andere plantjes onder kunnen groeien, komt het ook ten goede aan onder andere de insecten en kleine fauna. Dus in dat opzicht wordt er wel degelijk rekening gehouden met het dubbel ruimtegebruik en ook met de soort panelen. Ik denk dat de heer Kamps, die heeft nog hoger niveau, zullen we zeggen, om nog een extreme niveau gebruik van die groep. Of wat in die meer zijn. Ja, dat is gewoon niet realistisch in dit project. U valt af en toe weg. Maar ik begrijp de strekking ongeveer. We hadden de hoop dat de gemeente zich wat steviger zou opstellen in dit hele spel. En niet zeg maar een beetje de uitvoerder zou worden van wat Eneco op tafel legt. Maar goed, laat dit maar even zitten. Daar moeten we een andere keer nog over discussiëren. Er is gesproken over de Raad van State. Mocht er eventueel een nee-stem komen. Maar concreet gezien, stel dat Eneco en Shell niet naar de Raad van State willen, maar is er nu sprake van dat wij planschade zouden moeten betalen op het moment dat bijvoorbeeld de Raad nee zegt? Nee. De planschade komt pas in beeld op het moment dat het project echt gaat lopen. Oké, dank u. Dan de laatste vraag. En bij een positief besluit. Dus op het planschade gaat erom dat er een onherroepelijk besluit ligt dat iets er kan komen. En dat een object, een huis of iets anders in de omgeving daar schade van ondervindt. Dus dat een huis daardoor minder waard wordt. Ja, ja. Volgens mij bedoelt de heer Kamps, als de raad zou besluiten om hier niet in mee te gaan, is er dan een kans dat de gemeente wordt aangesproken op plantschade. Door Shell. Juist. Door Shell, bijvoorbeeld. Ja. Niet het geval. Goed, nou niet, heel niet fijn. Oké. Okay. We hebben ook een laatste vraag. Meneer Kamps. Ja, laatste vraag is heel praktisch. Die windmolens met die enorme hoogte, 230 meter. Staan die ergens in de buurt? Ik zou zo graag zelf willen meten, het geluid en de hoogte willen zien. Waar moet ik dan naartoe? Ik meen uit mijn hoofd in ieder geval dat de windmolens bij Moerdijk worden geplaatst, nu zo'n 210 meter hoog zijn. Kijk, er zijn er al wel van 230, Piet. Nee. Nou ja, kijk, de meest hoge in de buurt die zijn 210 meter hoog. En er zijn twee locaties waar je kunt gaan kijken. En dat is op de Philipsdam. Haaks Schrevelingendam bij Zeeland. Daar staan er 34. En dat is trouwens ook een uitkijkpunt van die hoge. Ja, die zijn 210 meter hoog, niet 235 meter hoog, maar in ieder geval wel hoger dan in Westad. En u kunt gaan kijken bij Hazeldonk. Daar staan ook zulke hoge molens. En als u het echt goed wil luisteren, moet u naar Urk toe afreizen. En daar staat langs de A6 staan ook die hoge molens. En dan kunt u gaan luisteren. Die van 235. Die zijn denk ik 2,15 of 2,20. Denk ik geen 2,35. Oh, nou ja, komt in de buurt, hè? Het is 10% ik kan, hè? Ik heb even ik ga naar Urk. Daar staan 8 windmolens van 235 meter hoog in de polder Rijnenburg bij de Meren. Oké, nou, dus ja, al dichterbij. Dan wordt het niet Urk, maar dan wordt het de Meren. Goed zo. Oké. Dankjewel, meneer Kamps. Even kijken, ik ga het woord geven aan, even op mijn lijstje kijken, mevrouw Broekhoven van Gezond Burger Verstand.
Ja, die komt zo meteen in beeld. Dank jou. Ja. Gaat u gang, mevrouw Broekhoven. Want mijn microfoon of mijn koptelefoon op, ja. En de kastje ook, dus ik ben een beetje beperkt. Ik heb eigenlijk twee dingen nog waar ik van nadere uitleg over wil. En daar is, ik hoorde u zeggen, dat ging over, ja, heb ik het, dat ging over windmolens. Er vond een uitspraak, eventueel windmolens. Als de windmolens er eventueel uitkomen. Heb ik in de presentatie. Dat is duidelijk. Dat vond ik nogal twijfelachtig. Even kijken, uw vraag is of dat er is in de presentatie gesproken over het woordje eventueel windmolens. Dat bedoelt u, hè? Ik heb dat één keer genoemd, denk ik, op het moment dat ik het plaatje liet zien met de twee verschillende invullingen van het zonnepark, waarbij de ene het volledige zonneweide was en de ander inderdaad met de invulling van de twee windmolens. Eventueel is inderdaad, hè, er zijn twee aparte vergunningsaanvragen en procedures. Ligt de vergunningaanvraag van Shell voor het zonnepark. De aanvraag van Eneco voor de windmolens wordt nog getoetst. Moet ook nog door het college over worden besloten. Dus ja, in dat opzicht is het eventueel. Hè. Er is nog geen uitgemaakte zaak. Nee. En dan zijn u ook twee aparte vergunningsaanvragen. Zijn juridisch complex. Dus wel aanvullend aan elkaar. We moeten het wel zien als één plan, als één energiepark. Juridisch complex, voor wie? En wat heeft het voor betekenis? Voor de inwoners. En dan bedoel ik in juridische zin. Dat zij dus hun recht kunnen halen. Bedoelt dan recht op inspraak en zienswijze. Dat bedoelt u? Ja, en ook bij de Raad van State. Dus het is natuurlijk allebei ruimtelijk aanvaardbaar moet het zijn. Dus als je er twee bij elkaar ruimtelijk aanvaardbaar. Of zijn ze los van elkaar ruimtelijk aanvaardbaar. Dat vraag ik me af. Ik hoorde u niet helemaal. Misschien even korter. Gert-Jan, vul me vooral ook aan. Het is juridisch complex voor de initiatiefnemers. Als je zeg maar dit in één project zou gieten. Als initiatiefnemers samen. En je gaat dan over eigendom hebben en verantwoordelijkheden. En over allerlei overeenkomsten. Dus als het gaat om de juridische kant, is dat vooral complex. Het zijn inderdaad twee aparte vergunningaanvragen met twee aparte procedures. Dat betekent dat er inderdaad, als het gaat om inbreng van zienswijze, bezwaren en beroepsprocedures, er ook twee aparte procedures zijn voor de omgeving om hun recht te halen, of in ieder geval hun bezwaren kenbaar te maken en die procedures te doorlopen, tot en met de Raad van State. Ja, maar dan krijg je net als misschien vroeger bij die woordwerken, één kan niet. Of één kan wel, maar vijf of zes keer wrakkelijk kan niet. Dus toen hebben we daar ook mee gezeten. Dus ik wil even graag weten wat de consequenties zijn voor degene die de procedure ingaan. Als die twee bij elkaar zijn, want voor de gemeente is dat uiteindelijk één. Dus dan vind ik dat wij dat als raad en ook als college als één moeten zien. Want voor de burger is het één. Zo presenteert u het ook. Nee, het is bij elkaar. Oh, sorry. Gert-Jan. Ja, het kan één worden, maar het zijn twee aanvragen. En er wordt gekeken van, joh, wat is de consequentie van alleen dit park? Hè, dus alleen het zonnepark. Maar er wordt ook gekeken op welke vlakken, wat verandert er op het moment dat er ook een zonne- of een windpark bij komt. En andersom is dat ook het geval. En het zijn twee afzonderlijke procedures en dus ook twee momenten voor mensen om daar een Gert-Jan valt nu Gert-Jan valt even weg. Heel goed, Jan. Ja, daar komt hij weer. Ja. Probeer het nog een keer, Gert-Jan. Wat gebeurt er? De
verbinding valt even weg. We zien je nog steeds wel, we horen je ook wel, dus probeer het nog een keer. Oké, het zijn twee procedures. En op allebei is al een zienswijze procedure en aan het eind de mogelijkheid om een beroep aan te tekenen bij de Raad van State. In de ruimtelijke onderbouwing is gekeken wat gebeurt er als het alleen een zonnepark komt of alleen windmolens. En wat gebeurt er als het allebei komt. Dus het is ook gekeken in de raad. Dus in die ruimte. Het valt telkens weg, Gert-Jan. Ja. Mogelijk kan Menno dit overnemen. Menno? Ja, nou, ik denk dat het op zich wel helder is. Hè. Wat Gert-Jan zegt, er zijn twee procedures waarin twee afzonderlijke mogelijkheden voor bezwaar en beroep zijn. En twee afzonderlijke mogelijkheden om bij de Raad van State in procedure te gaan. Belangrijk daarbij is ook om te vermelden dat het ook zo moet kunnen zijn dat een van beide projecten, stel dat een van beide projecten ofwel door de raad ofwel uiteindelijk in de procedure het niet redt, wil natuurlijk niet zeggen dat we het andere project niet door willen laten gaan. Hè. Dus uiteindelijk willen wij graag als gemeente Oosterhout onze ambities waarmaken. Dus ja, maar dan is het weer op daar moet erin inzetten. Als we niet zeker weten, molens we waren niet op daken, want het gaat altijd om geld. Want net toen zei u van waarom wordt er niet gedeeld? Maar we hebben daar pas een brief van het college gehad. En daar werd uitgelegd dat het puur een financiële reden was, zeg maar. Dus daar zijn we wel over ingelicht als raad. En ik denk ook, energie op daken is altijd duurder. Dus er zijn daken genoeg, alleen het kost meer geld. En is daar ook een inventarisatie gemaakt van, als we wel de daken gaan voorleggen, wat het dan kost? Dat vraag ik me nog steeds af. Want we hebben al die tijd bij de rest gezeten. Zon op daken. Maar ik zie niks van zon op daken. Ik zie ook geen onderbouwingen. Ik zie geen, want er zijn plekken. Ik ga even het woord geven aan Piet Akkermans. Ja, even over de kostendrijver. De ambities die wij als gemeente Oosterhout hebben neergelegd, die zijn niet gebaseerd op kosten, maar die zijn gebaseerd op verplichtingen. Wij moeten onze duurzame energieproductie halen. Ja. En daar hebben we gekeken, voor de zonneladder, waar kan het eerste? En dat zijn de zonnebedrijfsdaken. En als u heel toevallig de taxatiewijzer erop naslaat, dan zult u zien dat zonnebedrijfsdaken in feite de goedkoopste manier is om duurzame energie op te wekken. Alleen in Oosterhout is een beperkt areaal beschikbaar. Hè? 45, 50 hectare kunnen we echt volleggen met zonnepanelen. En daarmee redden wij de 192 gigawattuur in 2030 niet. Vervolgens hebben we natuurlijk geconstateerd dat windmolens die er zijn, hè, Westad, en er kunnen windmolens bijkomen, dat is de tweede goedkoopste optie. En zonneweiden is eigenlijk de duurste optie om duurzame energie op te wekken. Het is aan de markt, hè, oftewel de eigenaar van het bedrijf, oftewel projectontwikkelaars, om met voorstellen te komen. En hoe dat financieel in elkaar steekt, dat is niet aan ons. Zij vragen vergunning aan. En als zij denken dat ze daar financieel goed uit kunnen komen, dan zullen zij een aanvraag doen. Nou, blijkbaar is dat zo, want zij doen een aanvraag. En, ja, dus en uw opmerking van... Sorry. Ja, landbouw is goed goedkoop als het is buiten het gebied, het is agrarisch. Dus ja, daar is niet grond in een bebouwde koek. Ja. Mevrouw Broekhoven, ik wil u toch even onderbreken. We hebben het vanavond over het ontwerpverklaring van Geen Bedenk. Ja, want we hebben het wel ruimtelijk aanvaardbaar. En daar staan wel dingen die meewegen om iets ruimtelijk aanvaardbaar te maken. Ja, uw opmerking over ik zie geen zonnepanelen op bedrijfsdaken. Ik heb al een aantal keren presentaties mogen geven aan de gemeenteraad en de fracties. En daarin gemeld dat wij onze ambitie van 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken, dat we daar keurig op schema liggen. Dit jaar zijn er weer 6.000, 7.000 panelen op zijn minst geplaatst. En u heeft waarschijnlijk ook al meegekregen dat de wethouder heeft gezegd, zoals ook is vastgelegd in de uitgiftevoorwaarden, dat op Evenenberg Oost wij de verplichting hebben meegegeven aan bedrijven om een sterk dak te maken. Daarmee hebben we geen garantie, maar de kans dat ze daar zonnepanelen gaan neerleggen is uitermate groot. En zeker omdat het zal gaan om Oosthuisse bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Want zij zijn dus bereid om voor die extra voorwaarden toch daar zich daar te vestigen.
Dus we hebben goede hoop dat we maximaal gaan profiteren van zonder bedrijfsdaken. Dus ze liggen op schema. Alleen het is en. Helaas. Ja. Ja. Ik had het op schema gevonden als dit niet nodig was. Ja, ja, maar we hebben niet meer industrieterreinen helaas. Anders hadden we meer vol kunnen leggen. Ja. Voldoende, mevrouw Broekhoven. Dankjewel. Dan ga ik naar de volgende vraag stellen. De heer Jacobs, fractie van het CDA. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Toen de eerste ideeën voor een energiepark bij de A59 opdoende, had ik daar bijna een romantisch idee bij van we gaan daar op een innovatieve manier werken aan onze duurzame energievoorziening. En inmiddels wordt duidelijk dat er nog eigenlijk twee hele traditionele manieren van duurzame energie over zijn. Dat het in feite een productiefaciliteit wordt. Maar ik begrijp het volgens mij helemaal goed als ik zeg, het terrein wordt voor 25 jaar ingericht. Als je landbouwgrond anders gaat bemaaien, dan wordt de biodiversiteit na een tijdje vanzelf beter, even om het plat te zeggen. Voor de rest is het vooral de bedoeling, hè, niet te veel dubbel gebruiken, want dat is juridisch lastig. En na 25 jaar verplicht eigenlijk de provincie ons om alles weer op te ruimen en achter te laten. Klopt dat beeld? Ligt het daar echt 25 jaar stil of gaan we ondertussen toch daar nog iets van innovatie doen? Want dat zou, het zou voor mijn beeld zoveel fijner zijn. Ja, ik wil graag reageren op het romantische beeld. De RES heeft de verplichting om in 2030 die duurzame energieproductie te hebben. En de overheid heeft ons geen andere keuze gelaten dan te kiezen uit of zon of wind. Dus helaas kunnen wij geen andere plannen indienen. Anders zouden wij namelijk afgekeurd worden als RES-ambitie voor West-Brabant. Dus dat is een verplichting. Daar kunnen we niet onderuit komen. Over innovatie. Er is steeds gezegd, we willen zeker innovatie de ruimte geven. Dat is ook een van de redenen waarom ze slechts 25 jaar gebruikt mogen worden de gronden. Omdat men ervan uitgaat dat tegen die tijd windmolens überhaupt al niet noodzakelijk zijn. En wellicht ook zonnepanelen niet. Dat weten we pas als de innovaties doorbreken. En Oosterhout, gemeente Oosterhout heeft innovaties hoog in het vaandel staan. Niet voor niets dat onze wethouder voorzitter is van de innovatiewerkgroep. Dus wij blijven daar waar mogelijk innovaties wel stimuleren. Maar die kunnen nooit de grote schaal bereiken voor 2030. Die wij verplicht zijn om te leveren als gemeente Oosterhout. Nee. Ja. Staat uw romantisch beeld nog steeds, meneer Jacobs? Nou ja, dat daar weinig meer van over was, was denk ik al duidelijk. volgens mij is het op zich helder. Hè? Tot 2030 is er nog niet veel te verwachten, maar daarna wel. Ja. Maar toch leggen we misschien juist wel door die beperkte duur van 25 jaar ons min of meer vast dat er die hele periode niks gaat gebeuren. Hè? Dat gevoel bekruipt mij. En dat... Nee. Nee, dat zal zeker niet zo zijn. Want en daar moeten we een keer over hebben. Als we RES-bijeenkomsten hebben. Hebben we nu de RES 1.0 in voorbereiding. Aanstaande zomer. Die gaat vooral over elektriciteitsproductie voor woningen en industrie. We gaan later ook nog praten over mobiliteit. Waar ook een zekere elektrificatiefactor in zit. Dus er komt nog heel wat op ons af. En we zullen heel wat innovaties keihard nodig hebben. Om elektriciteit, wat een kwart van onze opgave is. En warmte, wat drie kwart van onze opgave is, te verduurzamen. Dus er is nog genoeg te doen om romantische beelden in te vullen. Ja. Misschien nog een hele concrete laatste vraag. We hebben straks een groot areaal in dit zonnepark liggen. Er zit een innovatie aan te komen. Of, daarvan zijn de eerste proeven zeg maar, echt succesvol. En dat lijkt uit te rollen. Dat is PV-panelen koppelen aan thermische energie. Dat zou misschien ook mooi passen... bij het Amernet wat we hebben liggen, wat ook verduurzaamd moet worden. Ja. Is het nou een mogelijkheid dat dat nog later toegevoegd wordt? Of is die mogelijkheid in feite gewoon geblokkeerd bij dit zonnepark? Want het zou zich in mijn beleving hier misschien heel goed voor kunnen lenen. Over 10 jaar bijvoorbeeld. Ja,
Ja, nee, PVT is een, zeker een technische opkomst. Hè? En er zijn ook al zonneweiders die op PVT gebaseerd zijn. Die zijn overigens compacter qua vorm, omdat het dan vooral om die temperatuurfactor gaat. Ik zei net, we gaan voor 1/4 elektriciteit opwekken. Voor 3/4 gaan we warmte opwekken. Dus we hebben ze straks heel veel nodig. Alleen een PVT-paneel ziet er echt heel anders uit dan een zonnepaneel wat puur elektriciteit opwekt. Dus op het moment dat Shell de paneel heeft neergelegd, dan kunnen ze niet meer achteraf worden toegevoegd op deze locatie. Oké, dat is helder. Ja, mijn vragen die ik had willen stellen over dubbelgebruik zijn voor de rest al beantwoord bij de beantwoording van de heer Kamps. Oké, dankjewel. Dank u. Dan ga ik het woord geven aan de heer Wezel van de fractie van de VVD. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb nog een tweetal vragen. En kijk, ik merk als ik bewoners spreek over de plannen die we hebben, dan heeft men nog wel eens een keer vragen over het volleggen van de daken, hè, de daken van de bedrijven ook. Nou, dat is eigenlijk al wel aan de orde geweest. Wat ik me nog wel afvraag is in hoeverre ook daken van particulieren in de doelstelling worden meegenomen. En met name ook grote appartementencomplexen, want ik denk dat daar ook nog wel het een en het ander te halen is. Dus ik denk dat het goed is om daar ook over te communiceren wat daar nog te doen is. En de andere vraag is nog, ook bewoners geven nog eens een keer aan, we hebben best ook wel begrip en we begrijpen ook dat we aan klimaatdoelstellingen moeten voldoen. Maar waarvoor is voor deze locatie gekozen? En misschien is het ook wel goed om dat nog eens wat vaker onder het voetlicht te brengen. Dat ook andere locaties onderzocht zijn. En aangeven waarom dit ook de meest geschikte locatie is. Dus misschien ook wel meer een advies. Maar ik denk dat het goed is om daar nog wat meer over te gaan communiceren. Dat was het even, voorzitter. Dankjewel. Wie geeft daar het antwoord op? Meer communicatie, meer uitleg, dat is de vraag van de heer Wezel. Ja. Ik zal in ieder geval inhoudelijk over de eerste twee vragen gaan, het volleggen van de daken. De vraag over particulieren. Ik zei zojuist dat in de rest moeten wij een bod doen aan het Rijk, waar we onze productie vandaan halen. En wij mogen helaas woningen van particulieren niet meenemen in ons bod. Om de reden dat wij geen eigenaar zijn en ook geen middelen hebben om te verplichten dat er panelen op de daken komen. Dat kunnen wij inderdaad wat vaker voor het voetlicht brengen. VVE's appartementencomplex is ook een doelgroep die sinds kort wel alle aandacht krijgt. Het is natuurlijk wel zo dat als je een appartementencomplex hebt, dat de hoogte, het stapelen, niet gunstig is voor de hoeveelheid panelen. Als je 6 hoog bent, kun je maar voor 1 laag zonnepanelen neerleggen, letterlijk gezien. Er is wel meer aandacht voor om te kijken wat we daar nog mee meer kunnen halen. En dat doen we onder andere met Thuisvester, die daar ook zeker ambities heeft. En als u misschien een keer gekeken heeft, zult u zien dat Thuisvester wel degelijk panelen op hun appartementencomplexen legt. Al bij de aanvang van de bouw. Ja, dat even over de zonnepanelen en waarom deze locatie, dat kunnen mijn collega's prima verwoorden. Ja, misschien daar nog even heel kort over. We hebben daar inderdaad wel apart over gecommuniceerd. Er is ook wel informatie over te vinden, maar ik begrijp dat het soms wat lastiger is voor inwoners of die misschien niet altijd gevolgd hebben van waarom is dan voor deze locatie gekozen. Dat gaat al een tijdje terug. Zijn in de tijd 2018, meen ik, is er een afweging gemaakt, in ieder geval voor zonneweiders. Er waren een 17-tal, uit mijn hoofd gezegd, zonneweiders, in ieder geval locaties, zijn ingediend door verschillende initiatiefnemers. Er zijn toen op basis van een aantal criteria, waaronder ruimtelijke ordening, onder water, cultuurhistorie, et cetera, een aantal indicatoren. Is er een interne toetsing plaatsgevonden van die locaties. En toen zijn er uiteindelijk 2 locaties overgebleven. Deze is er 1 van. Eerder noem ik ook al de Bavelse Berg aan de kant van Dorst is een 2e. Deze locatie is onder andere ook gekozen omdat hier al een hele lange tijd de bedoeling was dat windenergie zou komen. Hè. De Oranjepool is al heel lang in beeld als plek voor wind.
Maar ook belangrijk is dat het een locatie is die aan ligt tegen bestaande structuren. De snelweg loopt er langs. Aan de andere kant hebben we het industrieterrein. De rioolwaterzuivering ligt er voor. En het is inderdaad een behoorlijk stuk ook van de bebouwde kom. Dus wat dat betreft voor zon waren eigenlijk alle indicatoren heel positief voor deze locatie. Daarom is in de tijd voor gekozen om die locatie voor te stellen en mee te nemen dus in de ontwikkeling van onze ambitienota energietransitie en ook uiteindelijk in onze routekaart energietransitie terechtgekomen. Maar ik begrijp dat daar in de communicatie nog wel misschien wat meer aandacht aan kan worden gegeven. Dus dat zullen we ook kunnen doen. We gaan binnenkort toch weer ook communiceren als er zover mag komen dat de stukken ter inzage gaan. Dus dan zullen we hier ook extra aandacht aan kunnen geven. Voldoende. Nog even een korte vraag aan de heer Akkermans. Ik begrijp particuliere dagen mag je officieel niet meenemen in je berekening. Maar stel dat je onofficieel toch eens kijkt, wat zou het wel kunnen betekenen? Betekent dat een gelijk aantal hectares aan bedrijvendaken of moet ik dat heel anders zien? De ambitie voor bedrijvendaken is ongeveer 100.000 panelen te laten leggen op die daken. Als je zegt van ik wil eigenlijk op de woningen ook die 100.000 panelen kwijt. Wij hebben in Oosterhout ongeveer 25.000 woningen waarvan twee derde eensgezinswoningen zijn. 15.000. Als je er 10 per woning kwijt zou kunnen, heb je 150.000 panelen. Dus het rekensommetje is als alle Oosterhouters 10 panelen op hun dak zouden leggen, dan kunnen wij een stukje zonneweide voorkomen. Moeten ze wel voor 2030 er liggen, want anders krijgen wij nog een opgeheven vingertje vanuit Den Bosch. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dan heb ik nog één vraagsteller op mijn lijstje, de heer Melsen van de fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik had tot slot nog 5 vraagjes. Allereerst de vraag over de zonnepanelen. De type zonnepanelen was net ook al aan bod. Toen in het kader van dubbelgebruik voor fruit. Het was mogelijk om lichte doorlatende panelen te realiseren volgens mij. Wordt dat nu ook in dit plan wel of niet gedaan? Dat was de eerste vraag. Misschien stuk voor stuk. Zullen ze per vraag doen? Dan lijkt me makkelijkst. Ja. 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 Heel kort. Het zijn geen volledig zwarte panelen. Om te zeggen, hè. Dus er komt licht door. De exacte luchtdoorlatendheid weet ik niet. Maar het moet dus wel mogelijk zijn. Hè. Dat is ook het idee. Er is het bloemrijk grasland onder. Dus er moet ook licht door komen. Om die begroeiing plaats te kunnen laten vinden. Uiteindelijk. Hè, ook daarin. Wat we zeiden, de techniekjes schrijden voor. Dus daar zullen ook komende jaren nieuwe modellen op de markt komen. En ja, Shell zal op een gegeven moment als initiatiefnemer dan een keuze moeten maken op het moment dat zij de vergunning hebben gekregen, zo maar zeggen. Dan kunnen zij dat pas helemaal uitengineeren. Dus dat is ook een beetje die technische uitengineering die ik al eerder noemde. Ja. Daarbij is het ook zo dat de zonnepanelen van de grond afkomen. Dus dat er sowieso ook tussen de panelen zelf voldoende ruimte is om dat licht door te kunnen laten. Dus niet alleen de zonnepanelen zijn doorlaten, maar het wordt ook zo neergezet dat er ook licht aan de onderkant bij kan komen. Helder, ja. De tweede vraag gaat over het schrappen van de derde windmolen. En net is aangegeven dat plannen getoetst worden in het kader van de goede ruimtelijke ordening. Is het schrappen van die derde windmolen, hè? Ik begrijp dat dat naar aanleiding van bezwaren is, maar is dat ook op basis van de ruimtelijke aanvaardbaarheid gebeurt? Of is dat gedaan in overleg met Shell, waarna ze pas hun vergunning hebben ingediend? De windmolens die zijn van Eneco. Sorry. Ja, nee, geef niet. Maar de afweging van het college is echt geweest. We hebben de omgeving gehoord. Herkennen de zorgen die er zijn. En we willen daar aan tegemoet komen. Dus de ruimtelijke ordening heeft daar in eerste instantie niet. Is daar geen onderdeel van geweest. Het was juist even. Eigenlijk de gehoord hebbende hetgeen wat ingebracht is tijdens de inspraak. En daar is ook die inspraakprocedure uiteraard voor bedoeld. Ja. En het is niet zo dat het op basis van de hoeveelheid geluid die geproduceerd was of de slagschaduw, dat het daarom is. Het was, uit de onderzoeken bleek niet dat doorslaggevend was om te zeggen, het kan daar niet.
Oké, helder. Stel dat Shell had toch had gezegd we willen, of Eneco had gezegd we willen die derde windmolen, dan had de raad op basis van ruimtelijke aanvaardbaarheid het moeten gaan onderbouwen waarom ze het niet zouden willen. Kan dat nog steeds dat de raad ook voor dit windpark zegt van ja, wij vinden het niet ruimtelijk aanvaardbaar, eigenlijk net wat de PvdA aanhaalde. Is dat nog mogelijk om op basis van ruimtelijke aanvaardbaarheid het, nog de plannen bij te stellen? Gaat je op? Ja, volgens mij is dat altijd mogelijk. Alleen dan zul je dat heel goed motiveren waarom je dat niet zou moeten willen. Dus dan zul je heel duidelijk aan moeten geven welk belang er geschaad wordt en waarom je dat dan niet zou willen. Kijk, het college is, die heeft daar een duidelijk standpunt in en dat komt ook door het beleid. En ook de vraag die net gesteld wordt, welke locatie komt er dan? Als we heel Oosterhout bekijken, als we deze opgave dan hebben, waar kunnen we dat dan het beste doen? Nou, daar komt deze locatie het beste uit naar voren, omdat die zo ver af ligt van al die woningen. Het is nooit fijn om die in je voor- of in je achtertuin te hebben. Maar ook als de raad uiteindelijk zegt, we willen deze ook niet, dan zal daar ook een onderbouwing voor gegeven moeten worden. Ja. Helder. Waarom ik het ook vraag is omdat de derde windmolen is geschrapt. En daarvan is ook gezegd van ja, op een andere locatie zal dan zonnepark gerealiseerd mogen worden. Is daar al meer over bekend, zeg maar, over die locatie? Omdat dat misschien ook tot vragen kan gaan leiden in de verdere procedure. Er is gezegd dat de derde windmolen geschrapt zal worden. Tenminste, een verzoek van ons naar Eneco, hebben ze opgevolgd. De opgave van 192 gigawattuur die blijft bestaan. De enige mogelijkheid die wij dit moment zien is een zonneweide, want wij hebben geen andere locaties aangewezen als zoekgebied voor wind en wij achten die ook niet kansrijk. Maar formeel gezien moeten wij nu opnieuw de procedure starten voor het vinden, het zoekgebied voor een derde zonneweide. En zodra duidelijk is hoe ver de plannen zijn van de energiepark A59, zal die procedure gestart gaan worden. Het is op zijn minst 15 hectare, namelijk één windmolen, maar misschien ook nog een andere invulling als blijkt dat plannen door de gemeenteraad aangepast gaan worden of door iemand anders. Ja, dat is helder. En de laatste vraag die ik had is, ook in de communicatie, ook richting raad, maar ook richting inwoners wordt aangegeven dat het energiepark een gezamenlijk initiatief is. Er is eerder ook wel eens wat onduidelijkheid over geweest. In hoeverre is dat nu echt een gezamenlijk initiatief of is het gewoon dat er twee vergunningaanvragen zijn, maar dat de gemeente, omdat ze grondeigendom hebben, ook een partner in dit geheel is. Hoe zit dat precies? Ja, het gezamenlijk is van dat het energiepark als geheel en ook twee afzonderlijke initiatieven geven invulling aan de duurzaamheidsambities zoals we die hebben geformuleerd. Dan geven ook invulling aan de concrete acties of ook concrete projecten die we hebben gedefinieerd als gemeente. Dus in dat opzicht gaat het om een gezamenlijk initiatief. Dus we staan daar ook als gemeente positief in. Vanuit dat oogpunt zou ik beschouwen. Helder. Ja, dat waren mijn vragen, voorzitter. Dankjewel, meneer Meltse. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze informatieavond. Ik zie geen vraagstellers meer op mijn lijstje of in mijn app. Ik ga bedanken Menno, ik ga bedanken Piet en Gert-Jan voor deze presentatie. Ik zie op mijn app berichten langskomen dat het een zinvolle presentatie is geweest. Er is veel informatie verstrekt, er is veel duidelijk geworden. Dus de raad kan zich voorbereiden op de behandeling 26 januari. Nogmaals dank en ik wens u allen, ook de luisteraars en de kijkers, ik wens u allen nog een fijne avond. Tot ziens. Dank u wel. Tot ziens. Ja, dag. Dag.